Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag uitleggen hoe je een klein slag uit een wiel kan halen. Vind je deze video nou leuk? Klik dan op like en abonneer op ons kanaal. Ja, een slag uit een wiel halen, dat doen we eigenlijk door kleine stapjes per keer te doen. En niet alles in één keer recht te willen maken. Het kan tot, laten we zeggen, een wiel wat een slag heeft van 1, 2, 3 mm ongeveer. Dat krijg je nog goed recht. Zit er een veel grotere slag in, dan krijg je zoveel onbalans in een wiel dat het eigenlijk beter is om daar niet aan te beginnen, maar het wiel gewoon te gaan vervangen. Nou, een van de meest gemaakte fouten, of eigenlijk het moeilijkste aan het richten van een wiel, dat is dat je de spaken op de juiste wijze aandraait, of eigenlijk de nippels op de juiste wijze aandraait. Rechtsom draaien is een spaak vast te draaien. En linksom is een spaak los te draaien. Maar dat is dan wel vanaf de kant waarop ik op de nippel kijk. Dus dat is vanaf deze kant, zeg maar. Terwijl als je aan het werk bent, dan heb je de neiging om vanaf deze kant op de nippel te kijken. Dus eigenlijk moet je voor je gevoel de verkeerde kant op draaien. Dus let erop, rechtsom vanaf de zichtzijde en niet vanaf de kant van de nippel zelf. Nou, we gaan dat zo meteen voordoen. Als je goed oplet, dan zie je precies wat er gebeurt. En ik zal ondertussen stap voor stap even vertellen wat we aan het doen zijn. Goed, ik heb het wiel, zoals we al eerder konden zien, in een richtbok staan. Met een richtbok kan je precies zien of en waar er een slag in het wiel zit. En in dit geval zie je dat als je het wiel draait, dat er hier gewoon ruimte zit tussen zeg maar het richtijzer en het wiel. Maar als ik het wiel draai, dan zien we ook dat er op dit punt hier, dat deze twee elkaar raken. Dus hier zo zien we dat er een slag in het wiel zit. Nou, dat slag dat willen we eruit hebben. En dat betekent dat we de spaken, het slag gaat eigenlijk deze kant op. Dat betekent dat we de spaken die aan de linkerzijde zitten, voor mijn beeld en voor jullie beeld vanaf de rechterkant, dat we die wat losser gaan draaien. En dat we de spaken aan de rechterzijde wat strakker gaan draaien, zodat we het hele wiel deze kant optrekken. We beginnen met het slag eruit te halen. Door als we het midden van de slag in dit geval, dat is ongeveer deze sticker. En we kijken hoe lang het slag is. Het slag begint 1 tot 2 spaken voor de sticker. En eindigt ongeveer 2 tot 3 spaken na de sticker. Dus we gaan de spaken rondom de sticker ietsjes strakker draaien. Dus dat is voor mijn beeld nu rechtsom vast. Dat doen we ongeveer met een 90 graden. Dus we draaien niet de spaak volledig aan, maar kleine stukjes tegelijk. Een kwartslag dus ongeveer. Draaien we hem strakker. En dan kijken we even naar het resultaat. Nou. We zien dat het slag is minder geworden. Het loopt al minder aan, maar het is er nog niet uit. Dus dan ga ik. Het slag is ondertussen wel wat korter geworden. We gaan nou even specifiek in het midden. Deze spaak nog even wat vast te draaien. En die twee die daar direct naast zitten, ietsjes vaster. Maar we gaan nou ook de andere spaken die aan de kant van het slag zitten, dus die gaan we wat losser draaien. Zodat we eigenlijk niet alleen maar lopen te trekken, maar dat we ook wat ruimte geven. Nou, eens kijken hoe het nu is. Nou, we zien al een heel aardig resultaat. Het begint al rechter te worden. Dus dan kun je zo'n richtijzertje, dat kan je dan iets dichter bij de velg brengen. En dan kan je op die manier gaan kijken of er nog steeds slag in zit. Er zit nog steeds een beetje slag in. Het begint ongeveer hier. Dus gaan we met kleine beetjes. Eigenlijk, het slag is zo klein dat ik niet eens een kwart slag aandraai, maar gewoon maar een achtste slag ongeveer.
Alles een klein beetje strakker draaien. Omdat we maar met kleine beetjes tegelijk werken, hoeven we niet meteen ook aan de andere zijde los te draaien. Maar zodra je echt een halve slag of een hele slag moet strakker draaien, moet je ook echt losse draaien aan de andere kant. Nou, het wiel wordt steeds rechter. Eigenlijk is het, het is nagenoeg recht, er zit ongeveer nog een halve millimeter slag in. Nou, dat wordt heel ingewikkeld om dat precies in beeld te brengen, om dat recht te krijgen. Maar het principe is dus dat je als een slag deze kant op komt, dat je de spaken aan de andere zijde iets strakker draait en de spaken aan deze zijde iets losser draait, zodat je het hele wiel de juiste kant optrekt en het mooi recht laat lopen. Nou, wanneer je het wiel min of meer recht hebt, of eigenlijk tijdens het proces, is het wel belangrijk dat je in de gaten houdt dat de spaken allemaal ongeveer op dezelfde spanning blijven staan. Hoe je dat kan meten, vertellen we in een volgende filmpje. Je kan het soms ook gewoon door te luisteren, even kijken wat voor geluid een spaak maakt, of ze allemaal ongeveer dezelfde toonhoogte geven. Maar er zijn speciale meettools voor.